Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Ja, kijk nou, zo'n beetje, het is zo'n mooi zonnig weer. Het is echt weer om te stemmen. Jongen. En dames en heren, kijkers, ik zweef niet meer. Ik zweef niet meer op het juiste moment, want ik moet nog stemmen aan de overkant. En ik zweef niet meer. Na vrijwel alle televisie- en radioprogramma's gezien en gehoord te hebben, hè, en het gedrag van alle politici geobserveerd te hebben, kwam ik in eerste instantie tot de conclusie dat ik niet op een christelijke of moslimpartij moest stemmen. Want geloof hoort niks met politiek te maken te hebben. En dat ik ook niet op een partij moest stemmen die de Europese Unie kapot wil maken. En dus de oorlogskans groot wil maken. Hè, daar wil ik niet op stemmen. En ook niet op een partij zou ik moeten stemmen, bedacht ik, die geen verantwoordelijkheid neemt en aan de kant blijft staan. Die partijen hebben ook heel veel gehad. Ik heb nou geen zin, hoor, even twitteren, maar ik heb nou geen zin om verantwoordelijkheid te nemen. Dames en heren, en de VVD en de Partij voor de Arbeid hebben het in mijn ogen moedig gedaan. Ja, dus natuurlijk misschien zeggen, vindt u het moedig? Ja, ik vind het moedig. Twee politieke vijanden die elkaar de hand reiken. Wat is dat mooi als dat in de wereld zou gebeuren. Wat fijn. Dan heb je geen oorlog meer. En ze deden dat in het landsbelang. In het landsbelang zijn ze samen gaan regeren. En ik vond ze wel knap van Mark Rutte als knap van Diederik Samson. En degene die dat zag en ook op het juiste moment positief het geheel steunde, was Alexander Pechtold. Natuurlijk was de fout van Rutte en Samson om D66 bij de formatie niet te betrekken vanaf het begin. Maar daar hebben ze van geleerd, daar hebben ze ook spijt van gekregen. Ja, en maar ze hebben die vier jaar hebben ze volgemaakt dankzij de positieve opstelling van D66. En daarom, en ook omdat ik nog even de kranten gelezen heb, dames en heren, meer kijken of Telegraaf, spannende eindstrijd, AD, kies maar, en weer zie je al die koppen, en ook weer Pechtold, NRC Next, en dan nu de enige echte peiling, ja, dat heb ik ook altijd al gezegd, de verkiezingen, dat is de enige echte peiling, Trouw, een land met louter kleine partijen, dat is ook zo waar, dat is een land met louter kleine partijen, dat is ook wel gezellig ook, hoor. Waardoor we ook nooit echt ultra-rechts kunnen worden, denk ik, hoor. Heel veel partijen, Democratie, de Volkskrant. Nou, het is het is zo interessant. Je krijgt er zo zin in. Je krijgt zo zin om te stemmen. En daarom, dames en heren kijkers, ik beken het gewoon, ga ik straks D66 stemmen. D66. En dan niet op Alexander Pechtold, de grote man van D66, maar op Jan Paternotte, het grote politieke talent uit Amsterdam. 2 jaar geleden, na de Provinciale Statenverkiezingen, zei ik bij De Wereld Draait Door, u weet het misschien wel, dat er ruimte moest komen voor het jonge politieke talent. Want anders raken ze gefrustreerd. Ik wil. En ik noemde met name Jesse Klaver en Jan Paternotte. En bij GroenLinks hebben ze geluisterd. En nu Jesse Klaver, die maakt een enorme sprong eigenlijk. Die gaat heel goed in de peilingen. Even afwachten hoe het vanavond erbij staat. En bij D66 hebben ze Alexander Pechtold nog een kans gegeven. En wat Pechtold betreft is het natuurlijk ook volkomen terecht. Want heel Nederland, u ziet het in de peilingen, vindt hem het meest geschikt om premier te worden. Ja. Het meest betrouwbaar. Hij heeft het meeste inzicht. Het meest overzichtelijke gedachtegoed heeft hij. Maar ik kies. Ja, ik ben al eenmaal voor doorstroming en voor om jonge mensen te stimuleren. Ik kies dus ook voor de doorstroming en ik wil de nieuwe generatie politici ook een hart onder de riem steken. Vandaar mijn keus. En misschien moet u zeggen, waarom komt u er nu pas mee? He? Ik heb al gestemd, waarom komt u er nu pas mee? Nou, dat doe ik om u niet te beïnvloeden, want u bent ook vrij in uw keus. Maar ik ook, ik ben ook vrij in mijn keus. En ik wil ook helemaal niks voor u verbergen. Kijk, ik heb hier ook, het heeft nog een jonge persoon voor mij bedacht. Uw leider, Paternotte, D66. Zo.
Dus als u nog moet stemmen dan, en u wilt mij blij maken, stem dan op Jan Pater Notte, dames en heren. Ik wens u nog een fijne dag. Ik ben benieuwd naar de uitslag en of al die honderden soms belachelijke tv-uitzendingen nog effect gehad hebben. Een hele fijne voortzetting. Geniet van de democratie. Geniet van het stemmen. En ik wens u een aangenaam etensmaal met spekjes wat ook erin. Mag ook wat anders erin zijn hoor. Dank u wel voor uw aandacht. Ga stemmen!